een mail van het ministerie van VWS van 5 maart 2020 met in cc de heer Bart van den Brink en onder andere Carine Brown. Beste Siewert, graag bevestig ik hierbij de afspraak met minister Hugo de Jonge op woensdag 11 maart 17:15. Dus mijn vriendelijk verzoek, wilt u uw antwoord heroverwegen? De minister. Nee, want ik heb niet met Van Liende gesproken. We hebben elkaar... Wat u zegt is niet waar. We hebben elkaar niet gesproken over persoonlijke beschermingsmiddelen. Nee. U heeft de heer Van der Linden, ik ben heel exact, hè? Ja. 11 maart 17:15 op het ministerie van VWS niet gesproken. De minister. Dat was voor corona. Hè? Wacht even. Even om dingen uit elkaar te halen. Ik heb hem niet gesproken over persoonlijke beschermingsmiddelen. Nee. Maar u weet dat hij lid is van dezelfde partij. Daar is met enige regelmaat aan gerefereerd. Daar gaan we zo nog over door. En in dat kader heb ik hem gesproken. Hij was namelijk ook lid van de programcommissie. Maar ik heb hem niet gesproken over de persoonlijke beschermingsmiddelen. Nee. De heer Van Houwelingen. Ja, dit is toch ongelooflijk. U heeft met de heer Siewert van Linden op het ministerie van VWS 17:15, 11 maart gesproken. Dat heeft u gedaan. En u gaat zeggen dat u toen niet heeft gesproken over de mondkapjes. U heeft niet gesproken over de mondkapjesdeal. Dat was gewoon een toevallig sociaal gesprek vlak voordat die deal werd beklonken. De minister. Het was ook niet vlak voor. Ik weet niet welke datum. Maar stel, laten we even ervan uitgaan dat die 11 maart klopt. Hè? Dat was in de tijd dat het verkiezingsprogramma moest worden geschreven. In dat kader heb ik hem gesproken. Ik was toen ook helemaal niet verantwoordelijk voor coronabeleid. Volgens mij was die mondkapjesdiscussie ook later. De deal is in ieder geval pas van eind april. Ik heb hem wel gesproken, maar niet daarover. Dat weet ik vrij zeker. Ja. Tot slot. Oké, nou, het feitengelaas moet nog komen. U heeft wel degelijk toen op 11 maart, 17:15, met Siewert van Linden heeft u dus gesproken. Dat geeft u nu toe op het ministerie van VWS. Een paar weken later in feite is die mondkapjesbiel bedongen. Dat speelde toen al. En u houdt hier naar de Kamer, mag daar straks een oordeel over vellen. U houdt hier dus vol met droge ogen dat u niet heeft gesproken over de mondkapjesdeel. En wij weten dat het anders zit. En ja, we worden hier weer voorgelogen.